Ja, hier vanuit de businessclub van de voetbalvereniging Nunspeet. Ja, hier binnen is het droog. Misschien in de glazen is het redelijk vochtig als ze op tijd bij laten vullen. En daar er is ook alle reden voor vandaag. Misschien niet qua spel wat we gezien hebben, maar wel qua resultaat. Zoals gewoonlijk beginnen we met de trainer van onze tegenstander, Jos van der Veen. En Erwin Brem staat aan de andere kant van mij. Jos, de eerste helft van de wedstrijd Nunspeet DZC. Ja, ik vond dat Nunspeet in de eerste helft beter van het spel had. Zij hadden het tactisch goed staan, waardoor wij moeite hadden om de ruimtes te vinden en om in de juiste positie voor de goal te komen. En dat resulteerde in ontzettend veel corners tegen. En dan kan altijd een keer zo'n corner goed vallen. Nou, in dit geval was het de afvallende bal die goed werd voorgezet door 21. En vervolgens goed werd binnengeschoten. Vervolgens hebben we direct omgezet. En daar zag je wat onrust ontstaan binnen Nunspeet. En ik vond dat we in de fase na de omzetting ook iets sterker werden. Ook meer druk op de helft van de tegenpartij konden geven. En de fase voor rust vond ik ons wat bovenliggende zonder echt grote kansen te creëren. Ja, Erwin, je hoort het van je collega. Kwam het een beetje uit wat jij verwacht had van deze wedstrijd, de eerste helft? Ja, makkelijk intikken. Hè? Ja, nee, maar we wisten dat DZC een 1-5-3-2 opstelling speelde. Ik denk dat we tactisch daar met name tot 1-0 goed een passend antwoord op gegeven hebben. Ruimtes klein, weinig ruimte tussen de linies voor DZC om te spelen. Wel lopende mensen konden we opvangen. Dus de eerste tot de 1-0 waren we daarin wel wat bovenliggender. Iets nauwkeuriger in de passing zou prettig zijn geweest. Nou ja, we hebben niet echt veel gecreëerd. Maar je bent blij met de 1-0. En na de 1-0 zag ik mijn collega gelijk al overschakelen naar plan B. Dat zei hij ook letterlijk. Met een driehoekje maken, daar hadden we even moeite mee. Ondanks dat we dachten van verdikken me, dat moet bekend zijn. Want we hebben vooraf eigenlijk nog aangegeven in de wedstrijdbespreking. Nou, dat kost even een aantal minuten. We zijn daar niet echt door in de problemen gekomen. Maar we hadden het wel minder veldoverwicht. De tweede helft, Jos. Dan staat Nunspeet voor. En dan ga je het proberen. Met man en macht. Ja, ik zou eerst nog even terugkomen op de woorden van mijn collega Erwin. Ik denk om goed voetbal te spelen heb je ook een goede grasmat nodig. En deze grasmat is dusdanig gedateerd wat maakt dat je moeilijke voetbal over de grond kunt realiseren. Daar hadden we ook al bij KAC. Ja, daar moet je echt als gemeente zijn, denk ik, iets eerder de grasmat vervangen om goed voetbal te blijven spelen. Nou kom ik eerst op de tweede helft. Ik vind dat wij dit in de rust of na rust heel goed uit de kleedkamer komen. En dusdanig Nunspeet onze wil opleggen. Volgens mij speelt Nunspeet in die fase alleen maar de lange bal. En houden zij geen enkel moment meer de bal in de ploeg. Volgens mij scoren wij twee keer. Eén keer werd het na mijn weten en na mijn horen zeggen onterecht afgevlacht. Maar goed, laten we die terzijde houden. En de tweede moment was een duidelijke fout van de scheidsrechter. Dat gaf hij net na de wedstrijd ook aan. Vandaar dat ik hier ook rustig kan zeggen zonder dat ik daar iets aan overhoud. Hij bood zijn excuus aan en zegt, sorry trainer, dat had nooit mogen gebeuren. Want die bal lag er al in. En uiteindelijk floort hij nog de situatie af. Ja, dat klopt, spelers. Ja. Nee, ik denk als wij in die fase heel terecht zouden scoren, dan zou het 1-1 worden. En ik vond ons echt in die fase bovenliggend. En dan had ik het nog maar moeten zien. En uiteindelijk kiezen wij ervoor om hoger de druk te zetten met meer aanvallers. En dan weet je dat dit kan gebeuren wat gebeurd is. Als verslaggever mag je eigenlijk niet je mening zeggen, maar doe toch een beetje. De eerste goal die van jullie afgekeurd werd, stond exact op één lijn. Was net buitenspel, maar op het moment dat de bal gespeeld wordt, buitenspel. En in een fractie is daarna die situatie opgeheven. En dan zie je dat, zeker niet van die afstand, maar ik stond er lijnrecht op. De tweede heb je helemaal gelijk. 60e minuut, ja, dat was wel een belangrijk moment voor ons. Nee, na de rust, DZC heeft ons gewoon goed onder controle. Terecht wat Jos aangeeft. We konden de bal niet in de ploeg houden. Oftewel, of we speelden naar de verkeerde kleur.
Dus de paasnauwkeurigheid was ver te zoeken. Nou ja, geen rust in ons spel. Ook niet dat we een bal vast konden houden. Ja, dan ben je blij. Ik ben blij met die beslissing in de 6 minuten van de scheidsrechter. Maar het pakte heel ongelukkig uit voor onze collega's. Nee, en nadien weet je dat een DCC meer risico gaat nemen. En ja, wij schakelden weer over naar een ander systeem. Dus we gingen weer met 5 man achterop spelen. Ja, en dan ga je vanuit de counter spelen. En dan valt die bal eigenlijk gelukkig aan onze zijde. Dus bij vandaag de gelukkige winnaar. We zijn heel blij met de punten. Maar gezien het spel van de tweede helft was het niet over naar huis te schrijven. Ja, dit is echt zo'n situatie van moet je een interview heel lang laten duren na deze wedstrijd. Ja, Nunspeet is natuurlijk positief met het resultaat. DZC, een teleurstelling uiteraard dat je geen punten mee naar huis neemt. Hoe gaat het in januari verder? Zoals wij ook al in het begin van het seizoen gestart zijn. Wij zijn bezig met een fantastisch proces, denk ik. We hebben 10 mutaties in onze selectie ten opzichte van vorig seizoen. Waarbij al die 10 spelers vanuit onze eigen academie komen. Dus vanuit het eerste, of vanuit de tweede, of van onder de 19. Dat moesten we implementeren. En dat heeft een kortere tijdsbestek in acht genomen dan dat ik van tevoren had verwacht. Dus wij zijn al verder in dat proces dan dat we dus van tevoren hadden ingeschat. En ik verwacht ook na de winter te stoppen met de wedstrijd van Hieren nog te goed. Mochten we die wedstrijd winnen, dan staan we op 15 punten. En dan staan we in de lijn der verwachting op de 30 punten. Zodat we ons veilig kunnen spelen. Wat uiteindelijk onze doelstelling is. Hier bij Nunspeet hebben we gekeken, of wordt er gekeken naar jullie nieuwe accommodatie. Heel misschien moeten we ook eens kijken naar jullie technisch verhaal. Wat door de hele vereniging heen. Erwin, ook wij gaan de feestdagen in. Straks in januari uit naar DFS. Was vandaag afgelast. DFS, ken je die ploeg? Van naam wel. We hebben ons nog niet verdiept in de komende tegenstander. We gaan eerst eens genieten van deze serie. Ik werd op de vingers getikt dat ik zei van de komende 3 zou fantastisch zijn ultiem als je 7 punten pakt. Nou ja, toen attendeerde iemand maar erop van die week daarvoor hebben we ook gelijk gespeeld. Dus zijn we nu 8 geworden. Dus we hebben een leuke serie neergezet. Nou ja, laten we eerst maar eens gediend van de feestdagen wat er komen. En vanaf 4 januari gaan we volgens mij beginnen met klootschieten. Dat is een aardig activiteit hier. Nee, en dan gaan we weer bouwen en dan gaan we kijken naar richting DVS. En dan zien we dan weer verder. En dat gaan we zeker doen 4 januari. Wij staan er, hebben de zaak al voorbereid daarvoor. Dat is altijd klootschieten. Dat is iets wat wij hier met oud en nieuw doen. Met de hele selectiegroep en de sponsoren die dat willen. En dat is een hele leuke happening. En zeker voor de binding tussen alle geledingen van, die daarbij aanwezig zijn. Ik zou de luisteraars prettige feestdagen willen wensen. Een goed uiteinde en nog beter begin van 2020. En bij de trainers allebei heel veel succes met jullie elftal.